De tweede start alweer prachtig gezicht op een slijterbaan, maar mooie koelte stier. Er zien wat reefjes in, maar de skippers wie een eerste roppig. En in de tweede start eindelijk alweer, want Lemmer gaat de partij door de streek. Tony Brundel gaat de partij door de streek. En ik Sibu Siesling gaat de partij door de streek. Maar Sibu en Tony had dat pas letter in de gaten. Want hij gaat hier nog Tony Brundel volledig mee, gele taden, maar in de slag over de goede kant, zo kan ze zeggen. Nou, Sibu Siesling die is intussen aanroppen dat er waarom had Lemmer wie al waarom gewoon. En dan zien we hier zeker Heerschop, die wel heel goed uit de startblokken kwam. Ik dacht van, Fort die komt al eerst aan betonnen. Hey, en daar gaat Tony Brundel, ik pas Fort. En dan hebben we al een heel eind zielt. En dat betekent dat deze man kansleers binnen in deze street. Net kansleers is Jester Mark Gelletade, maar want wat ziet er goed bij. Helemaal eerst bij de tonnen. En hij houde dat slagje Hulndal vol. En hij kon prachtig eerst om de tonnen komen. Maar het wie verrotten en vramen, joh, er zoen wel het in en oor barren. Zo, daar komen zeker Heerschop en de Eeltje Twa steunt er die muziek van Jalt. Die komen weer waarom. En dan ga je achter hier Jelle Talsman. Ja, het koerbol of koer net. Nou, hij koer even mij net van Erik Jonker los. Maar die liet hem dan gaan en die moest ik een beetje oud horen. Nou, dat liet maar gaan, zei de Jelle. Ja, en dan gaan we wel weer verder. Nou, lossen die man dat dan op, zo ken je dat dwaan. Dat ging dus net mee alles op. Want Kees van der Kooi komt hier aan en dan komt de Arend de Boer ertussen. Maar dan had Romke de Jong intussen een protestvlag gezien. Kees van der Kooi dien. En dat betekent dat Kees van der Kooi uiteindelijk een heel soort strafpunten krijgt. Want hij zielde gewoon terug. En dat doggen de orenmannen ik erachteraan. Maar dat weer bolt heel dreig voor die skippers. Ja. Dat is weer zo'n gate route. En dan ga je aan het eind van die route, daar bij Balk, daar mag je weer een kant kiezen. Nou, zo maar even naar het dek bij de Jester Matters. Wat de allier dan de waan met Loerte mat in, die mat de vak naar beneden. En die hebt een zeil met de onhelver. Dan mag je sturen van de Meijer Ong. En dan mat onmeugend dat zeil onlutsen worden om op die der roen te gaan. Nou, dat kwam allier goed. Elke gaat hier nog als treder roen. En dan Jelle Talsma daarachter. Hij voelt wel hult die het oon. En hij zoekt dat de hullewedstrijd de waan. Ik vond het een hele goede prestatie van Jelle Talsma. Want het skipje van de poep, ja, dat is eigenlijk meer een stilwaar skipje. Nou, dat wie het echt net van wie een reven in. Nou, ik zei al, Kees van der Kooi en Romke de Jong. Ja, ze ziet de hulle de best zitten. Ik verder bij elkaar in besnijing. Maar Kees van der Kooi, hij zielde heel goed. Het juiste jongens hier zijn. Ik ziel beter mij dat het waar wat reger is. Nou, dat bier dus in die is. Nou, dan kan je net altijd zielen dat het zeil er net goed bij zit. De nok er al van. En dan maakt ze bij Wietse Bandstra weer een ziekje te krijgen. Ja, de gaffel er weer in en dan kan het losgaan. Maar deze man die zit op de tweede positie en die is aan het aanvallen. En dat is zeker Heerschop. Maar hij gaat wel hult die hult scheef. En dan komt er wetter in de waring. En dan maakt ze weer vieren litten en dan maakt ze weer loeken. Eigenlijk hier wat te volle doek, zeg maar zeggen. Maar ja, die Jester Madders, hij kwam toch dichterbij. Want Jester Mark komt als eerste met Tonnik Jelletaren. Maar daar zitten de oren vlak alweer achter. Nou, en daar komt Jelle Talsma. Gaat hier vaar de Eeltje los. Dan zoen je sissen dat je dat bij die tonnen dan weer oersleutje. Maar dat waren net al heel, want dan pakt Eeltje hem op bakboord. Lezen we waarom. Het is altijd een bakboord-stuurboord duel. Dus die bleef voorlopig op het tweede plakje. Dan zien we hier een nij Kees van der Kooijen op een nij. Kenny vaar Erik Jonker los. Ja, dat ken er los. En dan nestelt er hem eindelijk wat in de kop van het klassement. Nou, prachtig te zien al hier een discussies om de tonnen komen. En dan vierde met de oren alweer fort. En dan Chauvinet, de beide eersten die dan die kant uit binnen. Ja, en dat is Gerald Tadema. En hij leidt al een jonker, een zeker Heerschop. En dan krijgt Gerald Tadema de vak om de stag. Dan kennen ze net oors als Ray, want oors krijg je dat er net weer wij. En dan maar je Ray in. En ja, dat die een positie dat er dat net graag hoort. En dan ging je door de midden van de markt. En dat hier net alles te horen. En dat zou dus ik betreuren dat zeker Heerschop als eerste om de tonnen kwam. En dat ze bij Gerald Tadema maar zijn moesten dat ze nog om die tonnen heen kwam. Dus hier het haast wat te leeg op. En hij is nu voorlopig de winnaar op de Slettermond. Maar zien hoe het met de orenpositie zit. Henk rechts die besiekert een beetje op te komen. Het weer heel spannend in dat stikje van treien naar dat size, ik maar zeggen. Ja, van hem wie het net spannend. Hij wiest wel meteen, maar hij weet wel dat ze Joert net aankomen. Want ze zitten een beetje in de buurt van Romke de Jong intussen. Maar ze komen net echt om. Maar dit weer spannend. De Eeltje en Jelle Talsma en de Jester Madders. Dat scoorde al hier in elkaar. Hij heeft zeker Heerschop blijft 4 voor. Maar deze man, wat weer dat een prachtig gezicht.
En een heel geweldige streak met een heel soort inhoud hier dat ik wil. Nou, de Jester Mathers houden het nog even vol. Maar dat zou net de eind worden. Nou, dan zien we hier de man voortgingen voorin. En dan gaan ze alweer omhoog. En dan maakt ze alweer om de fokken looten. Waaruit de fok heil je en scoren en leven. Savier die street bij die mannen een beetje. Ja, het was wel heel moeilijk. Nou, je ging soms ook nog even heel skeef. Robert de Jong liet dat even zien. Dat er die beide mannen weer zien komen. Hij zou trouwens nog een ervaring krijgen met Sibo Siesling. Maar die vertelt zelf waar ze het verhaal voor. Maar dit weer de man werd het joert omdraaide. En ik heb al voorspeld dat er winnen zou. Nou, dat Diederik. Hij kwam om in de laatste tonnen als eerste. En bij de laatste tonnen, daar kan er de handen omhoog steken. En dan juichen voor de eerste oerwinning dit hier. En ik denk ik de kopposities in het klassement zoen. Wat Tony Brundel joert ook aan. En de tweede man. Ja, wie dat? Jelle Talsman, hè? Ja, wie dat? Ja, hij kwam eens twaalf roen. Keurige prestatie van Jelle Talsman. En dan de storm of de uitslag bij Sleert. Eerst dus Heerskop, mooie de Wilde Wietse. Dan Jelle Talsman op het tweede plak. En Gele Tadema, wie tred. Dan Jeroen de Vos zit ik er mooi bij. Henk rechts, vijfde. Kees van der Kooi, Sois en Erik Jonker, Zoon en Walter de Vries. Zit ik eens een keer op de eerste pagina. Dan de tweede pagina. Arend Wisse de Boer met de twee gebroeders. Tsien, Wietse Banstra. Tom Brundel, de Olfde, op de plak. Tolfde, Romke de Jong. Michiel Kalsbeek, Tretjende. Freddy van der Heijden, Robert de Jong. En onder andere net finished Sibo Siesling. Dat brengt dus dan bij het klassement. Naar jouw wedstrijden. De nummer 1, Sikke Heerskop. 2, Tom Brundel. Het gaat dus nog maar iets. Gille Tadema, Tret. Dan Jelle Talsma op het vierde plak. Henk rechts, vijfde. Arend Wisse de Boer, Sois. En dan geven we naar de tweede pagina. Mooi. Sibo Siesling, Njochende, Tsien, Michiel Kalsbeek, Kees van der Kooi, Olfde, Tolfde, Robert de Jong, Walter de Vries, Tretjende en Hindel onder andere Wietse Banstra, maar de singelier, maar Njochende 30 punten.